Geheel in stijl presenteerde Habitat voor Humanitas gisteren haar mountainbike team in het EI Filmmuseum in Amsterdam. 9 topatleten uit binnen- en buitenland zullen dit jaar de nieuwe sponsor representeren. Maar het bijzondere is dat Habitat voor Humanitas geen sponsor is, maar een goed doel. Habitat is een internationale non-profit organisatie die helpt mensen die momenteel in krotten leven aan een nieuwbouwhuis, een renovatie of reparatie, zodat zij een veilig en degelijk thuis kunnen hebben. Een veilig en degelijk thuis voor minder bedeelden. Dat is prachtig, maar wie betaalt, bepaalt in de regel. En de rekening voor de wielerploeg wordt betaald door Van der Heijden. Waarom dan niet met het logo op het shirt? Nou, helemaal zeker weten met sponsoring weet je nooit exact wat het brengt. Je hoopt natuurlijk op brand awareness, de Van der Heijden naam dat die genoemd wordt. Maar je hoopt ook gewoon dat het een stukje win-win-win is. Een win voor Habitat kan naast bekendheid voor ons en uiteindelijk voor die mensen. En uiteindelijk ook dat klanten om die reden ook meer met ons willen aanhaken of nieuwsgierig zijn waarom dit doen. En het gesprek daarover voeren en uiteindelijk natuurlijk graag ook over de business, want uiteindelijk moet allemaal wel betaald worden. Een bijzondere sponsor dus, maar ook bijzondere renners. Want maar liefst 4 van de 9 dingen mee voor een ticket op de Olympische Spelen in Rio 2016. Zo ook Oostenrijks kampioene Lisa Mitterbauer. My goals are to make the step forward to the Olympic Games in Rio 2016. And this would mean to make qualifications for the European Championships, for the World Championships. And yeah, to accomplish the goals and limits. And like I'm the first year in the elites, it will be hard to race with the new women's, and it will be a new step forward. Ja, het is natuurlijk in het mountainbike eigenlijk het hoogst haalbare. Als je op de Olympische Spelen bent geweest, als je daar een goede prestatie neer hebt gezet, ja, dan heb je eigenlijk de wedstrijd gereden die beter dan de Spelen, zeg maar, is er niet. Dus ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is wat er bestaat in onze sport. In Londen was ik er net niet bij. Had ik veel kans om te gaan, maar dat is dan eigenlijk op het einde afgesprongen omdat het van ijs gegaan is. Maar nu ben ik wel op een leeftijd gekomen dat ik er echt wel naartoe wil en dat ik er ook naartoe kan. Maar meedoen is één ding en winnen is wat anders, hè? Ja, dat is zo, dat is zo. Maar je gaat er natuurlijk niet heen om vakantie te vieren, dus... Slovaaks kampioene en veelwinnaar Blaža Klemenčič was afgelopen jaar nog 5e op het WK, 2e op het EK en deed al 2 keer eerder mee aan de Olympische Spelen. Hoe belangrijk is Rio 2016 voor haar? Yes, I dreaming, but this year is other races and after end of this season I will focus for Rio. Rio is nog ver weg en de focus ligt dus vooral op 2015. Ook voor Thijs Zuurbier, die afgelopen jaar voor de 2e keer Nederlands kampioen werd bij de beloftes. Ja, dit jaar hoop ik sowieso weer het Nederlands kampioen te worden in de onder 23 categorie. En de wereldbekers voor komend seizoen zijn belangrijk. Inmiddels die wereldbekers ook, hoop ik me ook te kwalificeren voor het EK en het WK. En dat is voor dit jaar en voor de toekomst hoop ik de aansluiting bij de Nederlandse top en eventueel de wereldtop te kunnen maken. En dan is er nog de Fries en multitalent Gosse van der Meer. Goed in het veld, maar ook op de mountainbike. Won afgelopen jaar als eerstejaarsbelofte de bolletjestrui in de prestigieuze Transalp Meerdaagse. Maar is de Transalp voor hem dit jaar weer een doel? Ja, we wachten als het in het programma past. Er was toen 7 dagen en ik was eerstejaarsbelofte. En ik was volgens mij ook een van de jongsten die in die trui reed. Alleen ja, daarna was toen ik terugkwam van die koers voelde ik wel dat ik best wel veel had gedaan. En ook tegen het einde van het seizoen aan weegt het toch best wel zwaar mee. Dus ik kijk gewoon in de planning of die erin past. Ook niet onbelangrijk met de andere wereldbekers waar toch wel de focus op ligt. De focus op wereldbekerkoersen, nationale titels, Olympische tickets. De ambities zijn torenhoog. Maar wanneer is teammanager Maarten Kemperman tevreden? Dan hebben we 3 of 4 nominaties voor Rio 2016 te pakken. We hebben heel wat gewonnen. Het team is goed in de picture gekomen. We zijn gegroeid qua sponsoraantal. En we hebben Habitat, het Habitat Mountainbike Team, enorm op de kaart gezet.